Oké, opgelet, komt ie. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, leuk. We zijn bezig met de nieuwe uitvoering. En die komt ergens begin van het jaar. Ja, maar het moet dan dus wel meer de choreografie is. Ik ben wel benieuwd. Zeg, pakken we tegenwoordig alleen voor onszelf? Hoe is het nu thuis? Ja, niet zo goed. Ze maken heel veel ruzie met elkaar en dat hoor ik dan. Zeg, ik weet niet wat ze zegt. Het is echt heel naar. Heb je enig idee wie dit gedaan heeft? Hey, kuusjes lekker. Nee, geen idee. Kim, ik kan je niet helpen als je geen hulp accepteert. Ik heb geen hulp nodig. Dat weet je wel. Ja, tuurlijk. Ja, waar word je geil van? Van een blond of van brunet? Weet je het zeker? Zou je niet gewoon naar de brunette gaan? Nee, ik blijf maar. Tim, waar kom je nou eens even laat vandaan? Heb je al een briefje gehad? Nee, ik dacht misschien dat ik... Nee, haal mijn briefje. Ga echt mijn briefje halen, want ik ben nou vlak. Kim, alsjeblieft. Oké. Wat gaan we doen? Ja, en hoe reageerden jouw ouders dan? Ja, wat denk je? Ze waren woest. Maar ze willen nog met jouw ouders overleggen wat ze nou moeten doen. Ja, I know. Maar ik heb al wel 3 weken huisarrest gekregen. Ik kan jou alles vertellen, toch? Alles. Zou je het expres gedaan hebben? Ja, weet ik niet. Maar maakt het niet uit. Het is nog steeds verschrikkelijk. Ja, maar hoe ga je dan terugpakken? Maar dat jij je pek niet dicht kan houden, heb ik niet 3 maanden geen zakgeld meer. Ik kan toch ook niet ruiken dat je huisarrest had? Wat doe je? Maar denk ik dat ik de komende 3 maanden alles voor ga betalen? Giftig.